In de hal van de automotive afdeling van de Fives Hogeschool in Kortrijk staat deze fotogenieke waterstofauto. Ja, het is vooral zoeken naar de tankstations in België. Maar anders is het een fantastische auto. Heel leuk, ongelooflijk om mee te rijden. En heel fijn dat er enkel water uitkomt. En hij staat daar natuurlijk niet zomaar. Dus ze krijgen daar ook les over. Dus wij geven les theoretisch daarover, maar ook praktisch. Dus ze mogen vanaf dit jaar ook met de diagnosecomputer op deze wagen aan de slag. Dus zo gaan ze wel kennis maken met brandstofcel-technologie en omgaan met waterstof. We hebben nu een waterstofgasinstallatie kunnen bouwen. En dat is eigenlijk nu vooral bedoeld voor het voeden van een dieselmotor, om die te laten draaien in bi-fuel mode. Dus dat wil zeggen dat we met pilot diesel werken, dus een klein beetje diesel inspuiten en dan de rest gaan waterstofgas gaan bijvoeren. Interessant voor bijvoorbeeld scheepvaartmotoren. Dus we hebben hier waterstofgas voor verbrandingsmotoren en hier hebben we dan nog een leiding waterstofgas voor brandstofcelsystemen te voeden. En hier staat dan onze waterstofgas. Vorig jaar won Fives Hogeschool de H2 Challenge. Hoe was het om te winnen? Het was onze eerste deelname. Ze zijn met vol enthousiasme vertrokken. En ze hebben een heel mooi resultaat neergezet. Hè. We hebben daar heel veel reactie op gekregen. We hebben heel veel ook op nieuws geweest, op journaal geweest. Er zijn hier ook kindjes binnen geweest die de auto zagen staan, omdat ze op Catnet, dat is onze kindertelevisie van de VRT, de auto gezien hadden en die zijn dan hier plots aan de ruit komen staan, die naar binnen kwam voor de auto. Dus het heeft hier wel heel veel teweeg gebracht. Maar de vraag is natuurlijk, wat is de geheime strategie? Ik denk dat ik eerst ga ballen met mijn studenten van vorig jaar, om te luisteren hoe dat ze het gedaan hebben. Ja, dus wij moeten alles maken dat we terug de eer goed kunnen verdedigen en dat we inderdaad 4 kilometers gaan doen. Dus we hopen dit jaar dit terug te kunnen doen.